Hallo allemaal, in dit filmpje laat ik je zien de samenwerking tussen Google Drive en Google Sites. Op mijn website heb ik daar een artikeltje over geschreven, de link vind je onder de video. Allereerst wijs ik je erop dat in deze map de website staat, dat herken je aan dit logotje van Google Sites. De overige mappen bevatten kleuren, met daarin de kleurbestanden, layout, met daarin mijn logo, favicon en een foto van de header. En de mappen die corresponderen met de pagina's van mijn website. Dus ik heb een pagina contact op mijn website. Ik heb hier een map aangemaakt met de naam p-contact. Die p die zet ik ervoor om mij eraan te herinneren dat dit een websitepagina is. En zo ook voor de overige pagina's content in Google Drive, kleuren, over mij, tips en voorbeelden. Hoe werkt dat nu in Google Sites? Dit is de pagina die correspondeert met het filmpje. En stel dat ik hier een foto uit de Drive wil toevoegen. Dan ga je naar het menu aan de rechterkant. Je selecteert invoegen. En je kan hier kiezen bijvoorbeeld voor Drive. Waarin je in de menustructuur kunt zoeken naar de map op je Drive met jouw bestanden. Ik heb hier de map gevonden van mijn demo website. En kan nu bijvoorbeeld naar layout gaan om daar een fotootje aan te klikken. En in te voegen. Zo zie je dus dat het makkelijk is als je in de Drive dezelfde indeling hebt als je website, zodat je snel je bestanden kunt vinden. Dit voorbeeld verwijder ik weer eventjes. Er is nog een manier om snel bestanden te vinden op je Google Drive en in te voegen. Hier hoef je niet in de rechter kolom naar het menu invoegen te gaan, maar je klikt ergens op de pagina twee keer met je linkermuisknop. Dan komt er een keuzewiel op het scherm, als een soort pop-up, waarin je kunt kiezen tussen Drive hieronder. Dan ga je dezelfde menustructuur in als ik net liet zien. Of in dit geval, ik weet dat ik een foto zoek, zoek ik meteen naar een afbeelding. Zodra je erop klikt, kun je ook zeggen recent. Of je gaat door de menustructuur. In het pop-up menu laat hij zien dat je vanaf Google Drive kan kiezen. Je kan ook kiezen van Google Foto's. Ik wil het menuwiel plaatsen in de tekst. Ik klik erop, ik zeg insert en de afbeelding wordt geplaatst. De belangrijkste tip van dit filmpje is dus, zorg dat je een overzichtelijke menustructuur hebt die overeenkomt met je website, zodat je je bestanden snel kunt vinden. Je kunt via het rechter menu allerlei zaken van je Drive invoegen en het navigeren binnen je Drive wordt vergemakkelijkt door de indeling die je daar hebt gemaakt. Wil je snel iets invoegen, dan kun je dus ergens op je websitepagina twee keer klikken met je linkermuis, dan verschijnt er een pop-up menu. Dat was het voor nu. Lees voor meer tips mijn website. Klik op de link hieronder. Dank je.